En dan nu? Zij die de morele moed bezitten de waarheid te durven zeggen, zijn benijdenswaardige mensen. Hallo kijkers. Vandaag gaan wij naar buiten, want daar ontdekte ik een bord met een fotomontage over de aanleg van de nieuwe vaargeul langs de Waal. Loopt u even mee. Hier op dit bord bij de Waalbrug staat een fotomontage. En die fotomontage die dateert van ongeveer 2012. En hier hebben ze op de punt van het nieuwe eiland een gebouw getekend. En dat gebouw dat is het nieuwe oorlogsmuseum. Ja, inderdaad, een Wereldoorlog 2 museum, groots en meeslepend. Maar dat vond men ineens te klein en toen kwam de Vasem in beeld. Er was ondertussen 200.000 euro geschonken aan een club die 30 miljoen in kas had, het Veteranenfonds. En die hebben ondertussen een stuk of drie haalbaarheidsonderzoeken gedaan. En het resultaat is afgelopen week gepubliceerd op de gemeentelijke website. Ze komen 8 miljoen tekort voor de aanleg en 500.000 verlies per jaar tot in het einde der tijden. En ze vragen nu weer geld om nog een haalbaarheidsonderzoek te mogen doen. Het museum heeft overigens geen collectie, die lenen ze bij de andere 80 oorlogsmusea. Het wordt allemaal interactief belevenis-amusement. Leuk toch? De oorlog beleven met een 3D-brilletje op je neus. Je kunt dat allemaal nog eens rustig nalezen op de website van de gemeente Nijmegen, zoals gezegd, want daar staat dat rapport. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Is het u trouwens opgevallen hoeveel bomen dat er in het centrum van Nijmegen staan in 2016?